Het is echt, iedereen gaat vervloekt zijn. Ik vervloek jullie. Chris vervloek ik met zijn kunstgebed. En we hadden het gekopieerd. Zijn brainfuck en shit. Ingen de Bruin. Met er uitnodigen. Daarna mijn programma gaan draaien met 3 naar 5D. Om daarna allemaal mensen uit te nodigen. Wat aansluit op de informatie waar ik mee bezig ben. De Akashic Records en noem maar op. Essie Blessie, he. wat hebben ze gedaan met Chris? Elkaar lopen beffen, vingeren en scharen met z'n tweeën. wat hadden ze een, een seks, maar uh, niks doen? Hans, Hans van Os, gewoon Hans, hans Korlikertje. Heb je mooi uh, je, je rol gespeeld? Zodat hun echt kunnen zijn. Net als een Piet 420, die er nou als een trucje uitziet, alsof hij gewoon is, of eigenlijk een vrouw is, maar uh, plastic rug hier hebt laten doen. Als je dan kijkt naar uh, Joey Zomer. 5D. Helemaal om Chris heen hangen. Het helemaal geweldig vinden. Het gecopycat. Het spelletjes. De brainfuck. Emotionele chantages. Die vriendin van je. Die ook onder de tattoo zit. Die het allemaal uh, zo vond. En jou nou nog steeds helemaal zo vindt. Ook vervloekt. Een uh, Brabo. Echt whatever. Een Stella wat ever jullie gaan zoveel pijn hiero hebben in jullie emoties. Jullie gaan zoveel om jullie heen zien. Jullie gaan door hebben wat er speelt. met zo'n Barry Henderson en met een Rogier Hoppie, een Miranda. die zijn allemaal vervloekt voor alles wat jullie gespeeld hebben. Sandra, die je hebt geen idee wat ze op de zelf heb afgeroepen wat er allemaal aankomt voor al haar nageslacht. Geen idee. Om dan, uh, mijn ouders, mijn zusjes, het is echt whatever, stik in dat wat je gewoon hebt. Een Bastiaan, zogenaamd een hoger bewustzijn. Zijn vriendin, die kan zogenaamd een uh, shamaan. Allemaal mensen, die zogenaamd allemaal. Uh, dus door kunnen hebben wat er speelt als hun, ze hun bewustzijn erbij kunnen doen. Met geesten kunnen praten en zo. Op 5D zijn. Of als lichtwerker hun licht aan het schijnen zijn. Een Shelby. Le leef je nog? Op 5D? Bel op 5D? Zo zijn er uh, nog wel meer namen. Ik hoef niet alles hierop te noemen. Als je weet dat ik last van jou had. Als jij weet dat ik zo gekopieerd werd. En ik uh, ging net als een Joey zomer helemaal om dat uh, Chris heen hangen. Zogenaamd niet zien wat er speelt. Had jij intenties voor mij? Die intenties komen terug bij jou. Was het de bedoeling dat niemand naar me zou luisteren? Niemand gaat luisteren naar je. Was het de bedoeling dat ik zonder huis kwam? Kom jij zonder huis. Geldproblemen? Ga jij geldproblemen krijgen. En alles wat jullie bij mij hebben geprobeerd. Ik ben alleen nu. Maar uh, mijn geldproblemen. Ik sta niet meer op. <laughs> mijn rugpijn. Kan niet weg. Want ik heb, maar ik kan er steeds beter mee leren leven. Die bromtoon. Ik slaap er nu weer op. Al die onzin wat jullie geprobeerd hebben, heeft me alleen maar sterker gemaakt. En ik zal deze power gaan gebruiken. Ik hoef niet alleen maar puur en positief te zijn. Maar het, kwaad, het kwaad moet opgeruimd worden. En ik zal het kwaad gebruiken. Ik hoef niet kwaad te doen. Ik kan het kwaad gebruiken om naar jullie toe te sturen. En we zien hoe, hoe jullie dat psychologisch allemaal aankunnen. Zogenaamd zijn jullie degenen die Nederland wakker horen te maken. Die gaan allemaal gaan jullie krijgen wat jullie, wat jullie verdienen.